Nou, vandaag staan we hier met twee F-16's van de vliegbasis Leeuwarden in het kader van beoefenen procedures van de Quick Reaction Alert. Nou, deze oefening houdt in dat de vliegtuigen moeten uitwijken naar luchthaven Schiphol, bijvoorbeeld bij extreem weer. En luchthaven Schiphol biedt ons dan een mogelijkheid om toch dichtbij te kunnen landen. Het landen op Schiphol is voor ons als vlieger eigenlijk hetzelfde als op iedere andere luchthaven. Het gebruik van aanvliegapparatuur is exact hetzelfde. Het gaat hierbij vooral om de procedures, de afhandeling op de grond. Waarbij de afhandeling van jachtvliegtuigen toch wezenlijk anders is dan die van civiele vliegtuigen. Zodat er geen verrassingen optreden in het geval dat voorkomt. Bij de invoering van de F-16, zo'n ruim 35 jaar geleden, hebben de vliegtuigen hier eerder gevlogen. Maar het beoefenen van deze procedure is de eerste keer. Over een uur of zo zullen ze weer take-off gaan en weer een oefenmissie vliegen en dan weer terug landen op vliegbasis Leeuwarden.